Ik kan nu niet douchen. Ja, bij ons ook. Je mag wel hier douchen. En toen stuurden ze dus deze foto. Wat is up mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer kijken naar de grappigste WhatsApp gesprekken. En inmiddels is dit al gewoon deel 4. Wat betekent dat jullie het waarschijnlijk wel leuk vinden. Dus hey, we gaan gewoon gelijk beginnen. Belastingdienst. Er staat een bericht voor u klaar omtrent de teruggave met het kenmerk. Hey, ja, bla bla, allemaal cijfers. U kunt hier uw bericht openen. Nou, ik weet niet of jullie ooit dit soort berichten hebben gekregen. Maar dit is dus een keiharde scam. Dan lijkt het alsof het een bericht van de belastingdienst of van de bank is ofzo. Maar ze proberen gewoon keihard je geld te stelen. Nou had deze persoon dat dus al door en reageerde met dit. Hey man, als jullie door deze shit pakken, zeg dan op het politiebureau dat je Zizek uit Breda als advocaat wilt. Dan kom ik je verhoorbijstand geven. En niks tegen de politie zeggen zonder advocaat. Deze guy dacht gewoon van, hey, als hij toch gepakt zou worden, hey, laat me wat geld verdienen. Want zoals we hierboven zien, is hij een advocaat. Zo leuk dat leerlingen je op een gegeven moment echt leren kennen. Dank voor snelle reactie. Graag gedaan. Ik weet natuurlijk dat u geen leven heeft. Hey, hoe ga je van het bedanken van je leraar dat ik zo snel reageer naar... Hey, ik weet dat ik geen leven heb. Is toch juist chill dat hij snel reageert. Hey, was gezellig gisteren. Snel de tweede aflevering kijken. Mwah, kusje. Wil je me 26 cent betalen voor Netflix maandabonnement? Nee. Hey, what? Oké mensen, ik denk dat we officieel de meest gierige persoon ooit hebben gevonden. Stel je voor, je gaat gewoon een beetje Netflix kijken bij iemand. Krijg je daarna een tikkie gestuurd voor het Netflix abonnement. Wat? Dit is gewoon gierigheid op een ander niveau. Ga je mee sporten vanavond? Je schrijft abonneren op Hanwee verkeerd. Want volg sporten mensen. Abonneer in plaats van op mijn kanaal. Oké, nee, dat is niet wat er daadwerkelijk stond. Maar ik zou het alsnog waarderen als je abonneert. Dus de daadwerkelijke reactie was. Je schrijft drinken verkeerd. Nou, ik zeg je eerlijk. Ik vond mijn eigen verzonnen reactie beter. Ja, jullie zijn met me eens hè. Het is hier, je buurman. Wow, wow, wat is dit voor slechte spelling? Het is... Hier, je buurman. Oké, waarschijnlijk had dit. Het is je buurman hier moeten zijn. Dag, buurman. Jij stuurt mij nooit een berichtje. Is er iets aan de hand? Ik vind het enorm leuk dat je je vrouw zo hard laat genieten. Maar vraag haar eens om wat minder te gillen. Ik zou graag een dutje doen. Oké, dat lijkt me dus echt super awkward om te krijgen. Maar deze buurman hoort volgens mij echt interessante dingen uit de slaapkamer komen. En je betere geluidsisolatie nodig, man. Oké, en als volgende hebben we misschien de grootste savage of grootste eikel ooit. Hangt er maar net vanaf hoe je het bekijkt. Maar deze persoon heeft dus een groepsapp aangemaakt voor kerst met al zijn exen daarin. En dat gaat een beetje zo. Vrolijk kerstfeest dames. Ik voelde me dit jaar een beetje alleen en wou jullie graag bedanken voor alle leuke tijden die we samen hebben gehad. Ik mis jullie. Kusjes. Even serieus Tom. Heb je te veel op of zo? Ik wou jullie alleen even laten weten dat ik nog veel om jullie geef en heel erg wil bedanken dat jullie een onderdeel van mijn leven zijn geweest. Ondanks het soms heel kort was. Donder op Tom. Je bent echt ziek in je kop. Klootzak dat je bent. Denk je dat je echt grappig bent door me in een groep meiden te doen waarvan je er al één had gedoet terwijl we een relatie hadden? Oké, plot twist. Oké. Wie de fuck zijn jullie allemaal? Ik wou jullie alleen een vrolijk kerstfeest wensen. Still love you all. Tom, je bent een piep klootzak. Dat je überhaupt de ballen hebt om zo'n gesprek aan te maken. Damn, I'm out of here. Bye Felicia. En iedereen verlaat de groep gewoon. Nou mensen, laat even in de comments achter. Is Tom een legend of is hij gewoon een klootzak? Hebben jullie thuis wel warm water? Hier hebben we alleen koud water. Ik kan nu niet douchen. Ja, bij ons ook. Je mag wel hier douchen. En toen stuurden ze dus deze foto. Ik denk niet dat ze dit helemaal bedoelden met warm water. Ik heb dit ook nog nooit gezien. Ten eerste, volgens mij werkt het geen eens. Of misschien wel. Nee, tuurlijk niet. Ten tweede, gaat dat ijzer niet op een gegeven moment buigen door de warmte, waardoor die alleen maar meer kapot gaat. En ten derde weet ik niet of ik het echt geniaal vind dat iemand dit idee heeft bedacht. Of juist echt mega achterlijk vind. Iemands moeder stuurt hier. Gaat het goed met mijn meisjes in het algemeen? Ja hoor. Goed zo hoer. Ik weet niet of de moeder dit expres of per ongeluk heeft gestuurd. Misschien dacht ze dat het stond goed zo hoor. Maar het lijkt me wel heel random om goed zo hoer te sturen nadat je vraagt hoe het gaat. Oké, en voordat we het volgende appje lezen, moet ik jullie even de situatie uitleggen. Er was dus een soort van feestje. Iemand was uitgenodigd. En die had zijn wijnglas dus op de tafel gezet. Nou stootte daarna de hond van degene die het feestje gaf het glas dus om. En uiteindelijk werd er dit appje gestuurd. Hoi, het was natuurlijk onze hond die het wijnglas van de tafel stootte. Maar je had hem zelf al redelijk dicht bij de rand gezet. Wil je mij alsjeblieft 8,50 betalen voor wijnglas? Kijk, zo kan je gewoon echt niet zijn. Jouw hond stoot eigenlijk iemands glas om. En dan heb je gewoon nog het lef om diegene een tikkie daarvoor te sturen. Ik zou me zo hard schamen, hè. Mama, ja? Ik had condooms gekocht. Moet ik dat zelf betalen of kan ik daar een tikkie voor sturen? Het is toch jouw hobby? Ja, fair enough. Wat is dit ook weer voor rare vraag? Ik heb condooms gekocht.
Moet ik dat zelf betalen of kan ik jou daar een dingie voor sturen? Het lijkt me überhaupt al heel awkward om dat te vragen. En dan vraag ik me af, waarom zou je moeder überhaupt je condooms betalen? Ja, interessant. Toen het anders mijn telefoonnummer wilde, dacht ik, waarom niet? Maar nu krijg ik de hele dag dit soort berichten. Peter, haha, wanneer kom je weer een keer naar het anders? Je bent al een half jaar niet geweest. Hallo, aarde aan Peter. Antwoord even, ben gewoon benieuwd hoe het gaat met je gebit. Dan niet joh, rode droplul. Hoop dat je tanden eruit vallen. Stel je voor, je wordt zo lastig gevallen door je tandarts. Hey Levi, de kleine verjaardag is een beetje uit de hand gelopen. Dus zal een paar mensen moeten onuitnodigen. Vat dit niet te persoonlijk op alsjeblieft, sorry. Oké. Hey, dat kan je ook echt niet maken. Om iemand te onuitnodigen nadat je iemand dus hebt uitgenodigd voor je verjaardag. Hoe kunnen mensen leven met deze schaamte? Ik zou zo'n berichtje dus echt nooit kunnen versturen, hè. Yo, ja kijk, ik weet dat ik je heb uitgenodigd voor mijn feestje. Maar ja, er komen een beetje veel mensen, dus jij mag niet meer komen. Ik hoop dat je het snapt, yo. Zweer, mijn crush dacht ik ging hem zomaar een andere meisje ging laten... Mensen, wat is er mis met jullie Nederlands? Zweer, mijn crush dacht ik ging hem zomaar een andere meisje ging laten fixen. Oké, maar goed, laten we gewoon naar het gesprek kijken. Ben een lekkere Engelse chick aan het fixen, man. Hoe zeg je in het Engels ik ben een rapper? Want ze vraagt wat ik doe in het dagelijks leven. Dat is toch I am a rapper? Maar dat klinkt raar. Rapper in het Engels. Nee, dat is niet rapper, you dumbass. Dat is I'm a rapist, man. Oké, thanks. Nou, toen stuurde hij dus dat bericht. Kreeg ze later weer dit bericht. Ik ga je vermoorden. Oh, oké, wow, ik snap nu de situatie. Zij heeft een crush op een jongen. Die jongen probeert iemand anders te fixen. Maar ja, die jongen weet niet dat zij een crush op hem heeft. Dus ja, hij ziet haar gewoon als vriendin of zo. Dus hij dacht even om hulp te vragen. En ja, toen kreeg hij dit. Gekke sabotage. Maar je bent gewoon niet stom genoeg om hierin te trappen. Hoe klinkt rapper raar in het Engels? Maar I'm a rapist? Wel goed. Vanmiddag stuurde mijn mama dat onze kat was aangereden en dat ze hem ging begraven. Een paar uur later krijg ik dit bericht. En ik denk dat ik nog nooit zo moest lachen met mijn mama. Dit geloof je nooit. Gucci is thuis. Ik heb de verkeerde kat begraven. Meen je dat? Kijk, ik zeg je eerlijk. Ik weet niet of ik dit grappig vind of echt heel fucked up. Maar ook het feit dat ze zegt dat ze nog nooit zo hard met haar moeder heeft gelachen. En dan is dit hetgene waar ze zo hard op lag. Aan de ene kant is het wel grappig dat je echt denkt van wauw, hoe kan dit ooit? Maar aan de andere kant, je hebt gewoon iemand anders kat begraven. Oké. Lijkt me ook zo raar als dat gebeurt, hè. Je denkt je kat is dood, je begraaft hem. Zie je een paar uur later je kat gewoon terugkomen. Bowie werkt half jaar samen met klasgenoten aan project. Ben echt een slecht mens, maar ben jullie namen vergeten? En heb ze nodig voor de reflectie. Oké, ik herken dit dus zo erg, hè. Ik ben namelijk ook echt super slecht met namen. En op een gegeven moment als je mensen al vaak heb gezien, is het kapot random om bijvoorbeeld, ja weet ik veel, na 2 weken te vragen of ja, na een maand, yo, hoe heet je ook alweer? Dus ja, dan vraag je het gewoon niet, maar dan is het opeens nog raarder om na een half jaar te vragen, hey, hoe heet je eigenlijk? Maar ik herken dat probleem zo erg, waarschijnlijk ben ik een van de enigen, maar goed, ben echt kapot slecht met namen. Mijn opa heeft een stukje geschreven. Ik vroeg of hij een kopietje voor me heeft. Het antwoord, Google het lekker zelf. Oké, opa, als u een kopie heeft van uw stukje, dan zou ik deze graag bekijken. Groeten ook aan oma. Je kunt het lezen via de Zaankanter editie Noord. Daar ben ik niet op geabonneerd. Maar er bestaat zoiets als Google. Oké, ik zal zoeken. Het moment dat je opa jou de les leest van yo, er bestaat Google. Ja, dat is best beschamend. Jij was zo dronken? Dat viel wel mee. Je deed soep in je BH en zei kijk, kuppensoep. Oh, kuppensoep. Als in, ze heeft cup A en daar deed ze soepen. Ja, leuk. Aha. Kijk, hebben jullie ook tijd dat zodra je de grap uitlegt, het gewoon, ja, eigenlijk niet meer grappig is? Nee, ik alleen? Oké. Uw bestelling is er in 5 werkdagen. Dat gaat nog lang duren dan. Hoezo? Ik werk niet. Oké, dat werkt niet zo. Snap je hem? Werkt niet zo. Wow, niet grappig. Oké, we gaan door. Ik heb eindelijk gevonden waar je bent geboren. Huh? Wat dan? Mistake Island. Er wordt nu gewoon letterlijk gezegd dat deze guy een ongelukje was. Oké, en hier hebben we een gesprek tussen iemand met zijn moeder. Smiley. Precies. Wat betekent dat? Wat je net typte, die tekens. Dat is een smiley. Een lachend poppetje. Ken je dat niet? Je hebt ook een knipoog. Kijk. Ik zie geen smiley. Ik zie dubbele punt en een haakje sluit. Ja, dat zie ik ook. Maar mensen zien daar een gezichtje in. Gezien deze screenshot is dit volgens mij een ouder gesprek. Want volgens mij weet iedereen nu wat een smiley is, toch? Maar ook best raar om te beseffen wanneer je iemand uit moet leggen wat een smiley eigenlijk is. Trouwens, gebruiken mensen smileys nog? Want tegenwoordig gebruikt iedereen gewoon emojis. Ziet er veel beter uit. Hey, waarom ben je niet op school? Omdat ik me niet zo lekker voel. Dat meisje die je zo knap vindt, is in onze klas. Oké, ik kom eraan. Deze guy denkt, hey, fuck mijn buikpijn of wat ik ook heb. Alles voor deze chickie. Maar laat ik jou alvast waarschuwen dat kotsen in de klas of diarree krijgen tijdens de les
niet heel aantrekkelijk is. Dus ik hoop voor je dat je niet zo ziek bent. Goed stilhouden, de telefoon tijdens het maken van de foto. Dat is al beter. Goed zo, oma. Hoe smaakt de koffie? Ja, wij drinken koffie. Met een stripper. Hoe kan dit? Met een stroopwafel. Autocorrectie. Wat doen jullie oma aan? En hier hebben we ook iemand die wat probleempjes heeft met het communiceren met zijn moeder. Michel. Ja, ik bel je. Je moet op opnemen drukken. Of de groene knop. Probeer nog een keer. Je had per ongeluk op een knopje gedrukt. Spraakmemo. Dat is niet bellen. Dat is een bericht opnemen. Nog een spraakmemo. Het feit dat je moet uitleggen aan je moeder hoe je de telefoon opneemt. Ja, dat gaat lastig communiceren worden. Hi jongens, Job wordt begin april 23 en ik wil volgende week vrijdag 10 maart een verrassingsdiner met jullie voor hem organiseren. Hij weet dus van niks. Hij is bij mij thuis en ik kreeg al wat eten en drinken. Let me know of jullie erbij zijn in verband met inkopen en zo. Nou, dan zul je natuurlijk denken, oh oké, leuke verrassing. Totdat je dus opeens een bericht in de groep van Job krijgt. Leuke verrassing. Oh mijn god, je hebt mij toegevoegd, sukkel. En daarna is Job weer uit de groep gegooid. Nou ja, daar ging je verrassing. Je had één taak. Het geheim houden voor Job. Wat doe je? Je gooit Job in de groep. Bravo, bravo. Maar goed mensen, dat was eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yep.